goede bal. Bokkelmans, controle. Schot, Vital Bokkelmans, goal voor Club Brugge. Met vormen. En lange 1-3. Club Brugge doet het licht hier helemaal uit. Noalle. Farina, Keulemans. Christian, tegen de paal en binnen. Dag beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van De Klokken, een voetbalpodcast voor en door Club Brugge supporters. Wil je op de hoogte blijven van onze laatste nieuwtjes, volg ons dan zeker op ons Instagram-account De Klokken Podcast in één woord. En op dezelfde manier kan je ons ook terugvinden op Twitter. Voor vragen en suggesties kan je ons altijd mailen naar deklokkenpodcast@gmail.com of ons een DM sturen via een van de social kanalen. Voor de mensen die via Spotify luisteren, vergeet zeker niet op de follow-knop te klikken op ons account. Dan krijg je meteen een notificatie wanneer er een nieuwe aflevering online staat. We zitten momenteel op 960 followers op Spotify. We zouden graag voor het einde van het jaar nog de 1000 halen. Dus dat zou wel mooi zijn, moesten jullie allemaal een keer op die knop willen klikken. Voilà, dat was de administratie voor vandaag. Voor deze aflevering is Nico van Halen opnieuw naar de bank verwezen. Maar we hebben een andere stand-in hier in de podcast. En dat is opnieuw Matthias Dirix, die in ons basiselftal staat vandaag. Welkom terug, Matthias. Ja, tevreden om opnieuw titularis te mogen zijn in plaats van Nico. Ja, ik kijk er opnieuw enorm naar uit naar deze aflevering, zeker met onze special guest. Dus bedankt dat ik er opnieuw mag bij zijn. Ja, en onze special guest van vandaag is onze eerste gast ooit die een UEFA A-trainersdiploma heeft gehaald. Verder was hij al actief binnen de technische staf van onder meer Westerlo en Beerschot en bij de Nationale Belofte. Maar tegenwoordig is hij hoofdcoach van onze U16 van Club Next. Welkom Nossa Obasohan. Nossa, alles goed met jou? Ja, zeker en vast. Alles gaat goed. Heel erg bedankt voor de uitnodiging. Ja, ik denk, mijn opsomming was toch correct, hè, wat ik zei? Ja, ik, om nog specifieker te zijn, was het de nationale U19. Met Jackie, ja. Nog voor dat hij bij de belofte terecht kwam. Ja. Ja, super, voilà. Nossa, afgelopen zondag starten bij Club tegen Zulte Waregem zowel de Ketelaren als Cisse Sandra in de basis. Twee ras echte Club Next producten. Dan moet een jeugdcoach als jou wel deugd doen, hè, om zoveel jong talent op het eerste, bij de eerste ploeg van Club te zien. Ja, absoluut. Ik denk dat dit een verdienste is van de club in zijn geheel. Alle jeugdcoaches die ook effectief gewerkt hebben met de jongens. De clubleiding. Dat is absoluut genieten. Ik denk in de eerste plaats is het ook effectief aan de club om daar een visie voor uit te stippelen. Om te zeggen van oké, dit is wat we willen doen. We willen die jongens ook effectief de kansen geven. En dan is het natuurlijk aan hun om die kansen te grijpen. Maar doordat die opening er effectief is voor die jongens om mee te trainen, om minuten te maken, denk ik dat zeker ons werk als jeugdcoaches nog iets meer waarde geeft, waarde biedt. Dus nee, dat is top om te zien. Ja, Matthias, Cissé Sandra, dat was zelf al zijn derde basisplaats op een rij. Verbaasde het jou een beetje dat hij terug in de eerste elf stond? Ja, toch wel. Ik had niet verwacht dat hij zo'n grote motor ging hebben, want hij heeft toch wel twee stevige partijen achter de rug, Seraing en PSG. Natuurlijk niet met elkaar te vergelijken, maar je verwacht niet van een nog altijd maar 17-jarige jochie om meteen drie keer titularis te zijn op maar één week tijd. Dus ik had eerder een Soa verwacht, of een Ignace van der Bremt, of eventueel een Ruud Vormer van in het begin, een beetje op de rechterflank als centrale middenvelder. Dus de Cissé Sandra was voor mij wel een verrassing, maar is het verdiend? Ik denk het wel. En zoals Nossa heel juist aankaart, ja, het is ook het doel van Nossa en Karel Hoefkens en Rick de Mille en natuurlijk van Philippe Clement om die jongens te brengen. Maar om op zo korte tijd drie keer aan de bak te laten gaan, dat was wel opmerkelijk, vond ik. Ja, dat vond ik ook. Maar al bij al, Nossa, ik denk dat hij wel mag spreken over een geslaagde drieluik, hè, Cissé Sandra? Zeker met die goal tegen Seraing vorige week. Ja, ik denk het wel. In eerste instantie, het is niet gemakkelijk. Zoals Matthias zegt, drie verschillende wedstrijden. Maar vooral, denk ik, drie maal toe werd er iets anders verwacht van hem. Had hij eigenlijk andere tactische richtlijnen. En ik denk,
denk wel dat de coach daar tevreden over mag zijn over hoe hij het heeft trachten in te vullen. Zeker gezien dat de fysicaliteit, de snelheid van uitvoering en al die zaken natuurlijk veel hoger ligt dan bij Club Next. Maar nee, ik denk dat hij zeker tevreden mag zijn over de stappen die hij gezet heeft. En ik denk dat de coach wel naar waar hij gevraagd heeft wel tevreden kan zijn. En nu is gewoon een kwestie van nog verder stappen te zetten. Er zijn altijd dingen die beter kunnen. Ja. Maar ja, zoals je zegt, ik denk dat hij wel tevreden kan zijn inderdaad over die drie wedstrijden. Nu, Matthias, een ander opvallend feit. Iemand die niet in de basiself stond, dat was Ruud Vormer. Daar was toch heel wat over te doen in verschillende media. Ook over de relatie tussen de coach en Vormer. Ja, zie je dat nog goed komen tussen die twee, Matthias? Goh, ik denk dat er heel veel wordt gesproken in de media. Ik denk dat we de interne keuken niet per se kennen. Dat het een verzuurde relatie is, denk ik wel. Maar dat het zo hard tekeer kan gaan zoals wordt geoogd en gepoogd eigenlijk in de media, dat lijkt mij wel iets te fel en iets te streng. Ik denk misschien werd er met Vormer afgesproken op voorhand van kijk, jij speelt de tweede helft tegen Zulte Waregem. Je bent titularis op Leuven. En dan speel je weer op de bank tegen Anderlecht. Dus er zit wel een bepaald stramien. Ik verwacht Vormer absoluut als titularis tegen Leuven woensdag. Zeker na zijn goede tweede helft. Maar dat het moeilijk ligt tussen Ruud Vormer en Clément is de logica zelf. En zoals Philippe Joos heel correct had aangegeven gisteren tijdens extra time. Clément ziet de wedstrijd thuis tegen PSG, die prachtige 0-0 uiteindelijk, als een benchmark van Balanta, Rits en Van Aken is nu mijn trio op het middenveld. En het blijkt ook dat onze sterkste trio is van de drie, of van alle middenvelders. Dus ik begrijp al de keuze van Clément om Vormer een beetje links te laten liggen op dit moment. Maar dat hij duidelijk het verschil kan maken zoals tegen Waregem en vooral op Genk, ja, dan kunnen wij wel denken dat hij nog het verschil zal maken, meer als invaller dan echt als sterkhouder en als titularis. Ja. Dan naar de match zelf. Club startte niet super, vond ik, in die wedstrijd, Nossa. Wat ik ook heel opvallend vond bij Zulte Waregem dan, is dat die heel erg hoog kwamen spelen op Club. Soms zaten die echt te verdedigen op de middenlijn. Vond je dat ook opvallend? Niet meteen. Ik denk Zulte... ik denk, ja... Niet meteen eigenlijk. Ik denk wel dat er opportuniteiten lagen voor Zulte om vanuit hoge druk, zeker met twee spitsen, als de bal eigenlijk goed valt, dan heb je misschien Megano en Vos nog wel twee jongens die ballen zouden kunnen wegleggen. Nee, verrast me niet. Ik denk wat je wel merkt is dat de ruimtes tussen hun middenveld en hun verdediging daardoor niet altijd even te managen was voor hen. Maar ik kan ergens wel begrijpen waarom dat ze het zouden doen. Alleen denk ik persoonlijk dat ik het niet zou gedaan hebben. Ja, want de meeste kleinere ploegen, dat de aanhalingstekens, die gaan zich meer gaan ingraven vaak, hè, op Jan Breel. Nee, tuurlijk. Maar ik denk ook, is dat niet iets of... dat zijn wel zaken die Zulte zouden kunnen sieren. Hè? Een ploeg die... Nee, zeker. Uiteindelijk, je komt naar club, je hebt niks te verliezen. Waarom zou je er uiteindelijk niet voor gaan? Je hebt alleen maar te winnen. Zeker die eerste 15 minuten. Wat je daarna doet, bijvoorbeeld inzakken, ofwel op dat moment gaan inzakken en een compacter blok gaan stellen. Dat is een gameplan die eigenlijk nog wel heel veel zin heeft. Als het loont, natuurlijk. Ja, Serijn deed het ook even vorige week. Ja. Was ook vrij aanvallend, hè. Ja, maar Serijn is al heel seizoen heel aanvallend, hè. Ja. Ja, Matthias, zeg maar, hoor. Nee, absoluut. En zoals Nossa aangeeft, is een beetje... Ik denk dat er bij de meeste coaches die nu op club gaan spelen, zoals Nossa aangeeft, waarom zouden wij er niet voor gaan, want we hebben niks te verliezen. En ten tweede, er ligt zoveel ruimte achter het middenveld, tussen verdediging en middenveld. En we zien soms echt een boulevard van ruimte dat Balanta onmogelijk op zijn eentje kan coveren. Dat ik ook wel snap dat ploegen gelijk Zulte Waregem, Seraing, en er zullen er nog komen, die denken van oké, wij willen in die ruimte het verschil kunnen maken. En je voelt ook aan alles dat de laatste weken dat de verdediging en Mignolet wankelt. Waardoor dat je als tegenstander denkt van oké, nu gaan we keihard pressen. Maar dat vreet zich dan wel op het einde van de wedstrijd. Want dan hebben zij zoveel energie gegeven dat ze vanaf minuut 60 dood zijn.
En daar ligt ook de ruimte voor Club. Maar we hebben ook al gemerkt sinds toch wel een aantal maanden dat Balenta kan het niet op zijn eentje doen of redden. En dat is ook een van de redenen waarom de Vormer misschien iets meer aan de kant werd geschoven door Clément. En dat hij meer opteert voor een Rits die toch meer als controleur kan spelen. Ja. Ja, Matthias, ja, dan daarna, allee, die druk van Zultuar, hem loonde wel, hè, want op een bepaald moment, Sobol die daar onder druk komt staan, speelt daar Gano alleen voor Mignolet eigenlijk, met een slechte terugspeelbal. Dus ja, de gameplan zat eigenlijk wel niet slecht hè, bij Zultuar. Nee, ze hebben heel goed ingespeeld op de zwaktes, de overduidelijke zwaktes van Club op dit moment. En dat is een zwakke verdediging, een bibberende verdediging. Dat komt door meerdere factoren. Dat komt doordat Clément heel vaak van verdediging wisselt. Dus een keer Sobol, een keer Rika, een keer Mawassa. Dan pakt Mechelen de plek in van Nensoki, maar Nensoki speelt goed op PSG, dus mag Nensoki weer titularis worden. Maar dat is al even geleden met Hendry. En ja, Mata en Henry zijn natuurlijk incontournable, maar het is niet gemakkelijk. En dan voel je ook dat de Mignolet, de o zo zelfzeker Mignolet, hij zelf begint te bibberen. En dat is natuurlijk niet gemakkelijk. En daardoor gaan verdedigers zoals Henry, Mechelen en Nsoki ook beginnen twijfelen. Dus het is een beetje een combinatie van verschillende factoren dat maakt dat het voor een tegenstander gemakkelijker is om druk te zetten. En je sprak net over Sobol met de terugspeelbal op Gano. Ja, dat was een dramatische paas natuurlijk, maar hij werd ook niet gecoacht. En anderzijds heb je ook die moeilijke paas van, denk ik, Van Aken op Mignolet, waardoor de Mignolet moet wegkeilen met zijn mindere linker en die plots in de voeten van Vossen terechtkomt. Dus ja, het zit niet goed en het moet echt beter, want de verdediging de laatste weken en maanden is een heel moeilijke situatie. Ja, nu uiteindelijk, Club kwam wel op voorsprong, 1-0. En puur qua combinatie, Nossa, dat vond ik dat wel nog een van de mooiste goals dat Club dit seizoen toch gemaakt heeft. Het was toch een knappe 1-2 van Aken en Rits, denk ik dat het was. Ja, het is een heel mooi doelpunt. Hè. En ik heb het doelpunt nog een aantal keer bekeken, omdat ik eigenlijk vanuit mijn standpunt, als ik dan bekijk de defensieve linie van Zulte, hoe staan zij en waarom worden zij eigenlijk dusdanig uitgetikt. En ik denk het leuke is als je doelpunt nog eens bekijkt, staat Charles ver offside. En door zijn offside positie zet Cisse Sandra een loopactie in. En daardoor, omdat Laurens de Bok volgt, komt Charles onside. En natuurlijk moet Hans en Mats het natuurlijk nog heel mooi uitspelen. En de rest is puur kwaliteit. Van Charles, maar het is heel interessant hoe dat zo'n doelpunt eigenlijk tot stand komt door bepaalde zaken die net op het juiste moment moeten goedvallen, maar ook ja, de kwaliteit van die voetballers om de juiste keuzes te maken op zo'n snelheden. Dus dat was een heel mooi doelpunt, zeker. Ja, ik vond het ook bij een van de mooiste van dit seizoen toch al. Zeker ook combinatie, Matthias. Ja, en vooral wat ik misschien het mooiste van al vond, dat was die schijnbeweging van Charles. Want ik zat in het stadion, net achter de goal in de zijtribune. En dat zie je dan niet meteen. Maar toen ik naar Sports Late Night keek, ik dacht gewoon, ja, dat is gewoon loopzuiver met zijn goede linker in de linker benedenhoek van Bossuut. Maar dan zie je net dat stapje van Charles de Ketelaere om zijn verdediger uit te schakelen. En dat is een korte schijnbeweging en meteen daarna kort trappen. En dat is gewoon subliem en dat getuigt van onversneden klasse. En ik denk nog altijd dat Charles de Ketelaere onze duurste uitgaande transfer ooit wordt. En ook van de Jupiler Pro League. Want ja, die jongen straalt kwaliteit en klasse. En ik snap dat een hele reeks subtoppers van Europa die jongen willen inlijven. Want ja, die is zo goed. Maar ik hoop nog altijd dat hij nog anderhalf jaar gaat blijven bevestigen. Dat hoop ik. Tweede helft start, Matthias. Sandra gaat eruit. Ja, na 2,5 wedstrijden te spelen. Vormer komt erin. Wat wel opvallend was, de 4-3-3 die bleef al staan. Hè. Vormer die ging gewoon rechtsbuiten spelen. Hebben we toch nog niet te veel gezien vanuit. Nee, dat vond ik ook opmerkelijk. Ik had misschien meer een soort 4-4-2 of een 4-2-2-2 verwacht, met dan Vormer die meer ging uitwekken. Ik dacht dan spontaan aan de wedstrijd, de kampioenenmatch op Anderlecht, waarbij Clément speelde toen met een 4-2-2-2.
En dat loonde perfect, hè, want Vormer speelde dan iets meer naar rechts. En dan had je ja, de twee ballers, als we het zo mogen zeggen, Lang en de Ketelaar, die konden doen wat ze willen en het beste kunnen doen eigenlijk. Maar de 4-3-3 bleef behouden en dan zag je echt een duidelijke linie van Lang en Sobol linkerkant en Mata en Vormer aan de rechterkant. Maar ik vond, en ik was redelijk verrast, dat Vormer het heel goed deed eigenlijk op die rechterflank. Hij heeft natuurlijk niet die, ja, die snelheid en die turbo, zoals een hopelijk Buchanan en zoals Diatta en Dennis. Maar hij deed het wel goed op die rechterkant, vond ik. Ja, ik vond dat ook een zeer verdienstelijke wedstrijd. En na 10 minuten in de tweede helft hoekschop van Ruud Vormer. Valt dan voor de voeten van Rits. Die scoort Nossa. Wel een bekroning op... alleen toch wel een goede wedstrijd van Mats Rits, denk ik. Ja, ja. Want, toch veel goede infiltraties toch ook, hè, in die wedstrijd. Dat zijn dingen. Dat is absoluut een wapen van hem. Ik denk dat hij al eerder doelpunt kon maken. Ja. Is altijd jammer als je zoveel effort steekt in die infiltraties aan hoge snelheden. En dat je dan in de 16 komt en jammerlijk niet kunt afduwen. Maar nee, absoluut een wapen dat hij heel goed heeft ingezet, vind ik. Ik denk om even terug te komen op Ruud. En scherper was ik eigenlijk ook aan het bedenken van ja, oké, ga je nu Ruud brengen op de rechterflank? En hoe ga je dat doen? Maar ik denk als je tactisch die eerste helft bekijkt, dan was dat eigenlijk nog niet zo'n gekke beslissing. En zeker niet vanuit het balbezit, omdat je weet dat Zulte met Dompé heel laag komt verdedigen, waardoor als Ruud dan naar binnen toe komt, wat hij eigenlijk ook heel vaak deed, dan komt die flank natuurlijk helemaal open voor Matta en komen zij met zes vaak op één lijn te staan. En je zag dat Ruud eigenlijk ook geen dingen ging doen dat hij normaal nooit zou doen. Nog altijd infiltraties vanuit het centrum, ofwel infiltraties vanuit het centrum naar die zijkanten toe. En die overloads gaan creëren in die wingzones. Dus dat was ook wel mooi om te zien. Ik denk dat het tactisch geheel vanuit de eerste helft maakte dat in de tweede helft ook heel realistisch of heel haalbaar voor hem. En tuurlijk heeft hij dat dan ook heel goed ingevuld, denk ik. Ja, nee, zeker. Heel goede tweede helft. En dan uiteindelijk van die rechterkant dan ook viel dan uiteindelijk ook de 3-0. Assiste Ketelaar, goal Lang. Ja, die twee kunnen toch wel super cijfers voorleggen. Hè. Dit seizoen de Ketelaar 8 goals, 7 assists. Dit seizoen Lang 5 goals, 9 assists al. Matthias, zijn dat cijfers voor een gouden schoen? Ja, ik geloof nog altijd, zeker gezien de gigantische diep van Genk, dat het een van die twee goudhaantjes wordt. Zeker omdat de stemformulieren nu worden ingevuld, of allee, de komende 2 weken worden ingevuld door de heer journalisten. Dus ik geloof erin dat een van die twee wordt. Ik denk stiekem... Gaan ze geen punten van elkaar afpakken? Niet per se, want ze gaan altijd in de top 2 liggen bij de journalisten. En ik gok dat Charlotte wordt. Omdat Charlotte heeft zo'n beetje de gunfactor die Noah Lang iets minder heeft bij mensen die niet clubgezind zijn. Dus als ik één van de twee zou moeten noemen, dan zou het Charles zijn. Beide verdienen het, hè, overduidelijk. Maar het is vooral belangrijk dat ze blijven scoren en blijven assist geven. Zeker voor de scouts die kijken naar de wedstrijd van club. En uiteindelijk kijken zij vooral ook naar de eindcijfers op het einde van het seizoen. En vooral voor Charles zelf. Want Charles werd een beetje verweten vorig seizoen van oké, je bent een ongelooflijk wereldspeler in wording, maar jouw cijfers moeten beter. En als je nu net opzomt 8 en 7, dan denk ik van oké, nu heeft hij duidelijke stappen gezet. En we zijn maar in december, dus ik verwacht nog een heleboel assists en goals van Charles de Ketelaar dit seizoen. Ja. Nossa, op wie zou je geld zetten voor de gouden schoen? Ah, geen idee. Heel moeilijk. Het heel moeilijk dit jaar. Ja, geen idee, zou ik niet kunnen zeggen. Maar als het dan al tussen Lang en Charles zou gaan, laat ik dan even tegenpool zijn en zeggen dat Lang waarschijnlijk aan het langste eind zou trekken. Puur naar zijn statistieken toe in het tweede deel van vorig seizoen. Maar ja, Charles, ja, top. Hè. Goed ligt, is momenteel zeer, zeer degelijk aan het voetballen. Ja, maakt evenveel kansen, absoluut. Maar ja, frappant daarnet, ik was aan het denken, die doelpunten, die assisten van Schelle. Well, ik denk zeker terug uit een plan voor Ruud. Hè. Ruud gooit die throw-in heel snel in. Die herkent eigenlijk dat Schelle helemaal vrij staat. En de rest is, ja, Schelle goed zijn lichaam gebruikt. Op,
die bal er net voorbij getikt en dan een bal goed voorgebracht. Maar ook weer, ja, spelintelligentie, denk ik, van Ruud daar, om niet te wachten op Clinton bijvoorbeeld, enzovoort, enzovoort. Een leuk anekdote, ja. Besefte ik ook, de vorige wedstrijd tegen Zulte, hebben ze ook een doelpunt gemaakt op een throw-in, met een rotatie waarin dat Ruud, denk ik, uiteindelijk de doelpunt maakt, ook op Charles, ingooi op Charles, en van daaruit een 3-2 uitspelen. Dus dat is wel leuk om dat nog eens terug te zien, dat ze dan in deze wedstrijd terug via een throw-in kunnen scoren. Ja. Ja, Dury zal het iets minder graag zien, denk ik. Maar nee, wel opvallend. Zulte Waregem is wel een tegenstander dat club ligt. Hè. Ik heb een keer opgezocht. De laatste 6 matchen in de Jupiler Pro League. 22 goals voor club, geen 1 tegen. Dat is toch zeer opvallend. En vorig seizoen was het 0-6, geloof ik, hè, met Kermenchik. Hoe lang is het dan geleden? Hè? Als Kermenchik 2 goals scoort tegen een tegenstander, dan weten we dat het een redelijk gemakkelijke tegenstander is. Hè. Ja, dat ligt de club toch wel. Nu, na die 3-0, allee, dan zou ik denken, Matthias, dan gaan een paar spelers wat rust krijgen. Ik denk aan de Ketelaar, ik denk aan een Lang, want de 14 dagen daarna zijn het maar liefst 4 wedstrijden die gespeeld worden. Maar ik vond het wel opvallend dat het pas in minuut 87 was dat Clément nog een 3-dubbele wissel uitvoerde. Ja, ik vond het opmerkelijk dat Mechelen als tweede wisselmoment werd gekozen. Ik had denk ik altijd na de 3-0 Lang en of de Ketelaren eraf gehaald. Niet omdat ze slecht bezig zijn, in tegendeel. Maar meer omwille van het feit dat we 72 uur later een moeilijke match gaan hebben op Leuven. Dus nooit leuk voor club om op Leuven te gaan. 2-1 verloren vorig seizoen. Nu, dat was wel onverdiend. Ik herinner mij nog een match onder Lekes. Een zware 4 of 5-1. Ik zat toen in het stadion en dat was echt dramatisch. Dus club heeft het nooit gemakkelijk op Leuven. En ik had altijd Lang en Charles iets meer rust gegund. Zeker omdat er dan 4 dagen later nog de kraker tegen Anderlecht. Dus ik vond het opmerkelijk. En ook onverwacht zo plots Mechelen in de plaats van Balanta. En ik had verwacht ook dat Balanta expres zijn gele kaart ging pakken om dan geschorst te zijn tegen Leuven om zeker te spelen tegen Anderlecht. Maar blijkt dat de Colombiaan denkt van, ik speel gewoon de 3 wedstrijden, punt aan de lijn. Ja. Ja, laten we hopen dat het ook effectief zo gebeurt. Ja. Helemaal op het einde van de wedstrijd scoort Zulte Waregem dan toch een foutje van Mignolet, helaas weer. Gelukkig werd afgevlacht voor buitenspel, Nossa, maar laten we eerlijk zijn, ik denk dat Waregem wel minstens 1 goal had verdiend op basis van de kansen en het geleverde spel. Ja, toch wel. Maar ook, ik denk buiten de beginfase waren de meeste kansen die ze heren uiteindelijk hadden, puur vanuit ons, hè. Een slechte inspelpaas, balverlies leiden en dan terug omschakelen. Wat onzekerheid inderdaad in de opbouw van achter. Dat waren veel eerder hun kansen. En ook nu vond ik op die fase dat er iets scherper kon geprest worden op die bal. Maar nee, ik denk 3-1 of een doelpuntje van hun had zeker niet misstaan. Maar oké, super dat hij niet valt. Goed voor ons dat die offside toch nog wordt gegeven. Ja, inderdaad. Want de clean sheet voor de eerste keer in 6 matchen. Allee, je bent zelf coach. Ik denk dat dat voor een verdediging en een keeper mentaal ook wel belangrijk is. Hè? Dat ze nog een keer die 0 konden houden. Ja, 100%. 100%. En ik denk zeker voor Simon. Maar neemt niet weg, als ik vanuit mijn gevoel mag spreken, dat zij wel zoiets zouden hebben van oké, het mag scherper, het kan scherper. Laten we nu de komende wedstrijden daar nog iets meer op toezien. Gezien dat het nu tegen Zulte een aantal keer een close call was. Denk ik wel dat ze met die ingesteldheid naar de volgende match gaan gaan. Ja. Matthias, de wedstrijd aan zich was een beetje gezapig, kunnen we misschien wel zeggen. Maar wat mij ook opviel in het stadion, was dat het bij het publiek ook wel een beetje gezapig was. Die mondmaskerplicht en het feit dat mensen geen pintjes meer kunnen drinken en niks meer kunnen eten rondom het stadion, dat doet toch wel iets aan de sfeer, hè?
Het is een mix van alles. Het is een mix van de mondmaskers. Het is een mix van, zoals je zelf zegt, eten en drank die we niet mogen nuttigen. Ik denk dat het ook heel veel te maken heeft met het late avonduur. Zondagavond om 9 uur. Ja. Dat is een heel moeilijk uur voor mensen die vroeg gaan werken op maandagochtend. En opnieuw, we spreken opnieuw over gewenning van de meeste supporters. Ik ben al een 15 jaar abonnee op Club. Dit was echt een van de dieptepunten, als ik het zo mag benoemen, qua sfeer. Je hoorde zelfs op gedurende een aantal minuten tijdens de wedstrijd de spelers naar elkaar roepen. Je hoorde echt De Bok en Mignolet heel hard roepen tegen de verdediging en dat hoorde je perfect. En dat heb ik nog nooit gehoord of gezien of meegemaakt op Club. Dus dat was heel eigenaardig. Natuurlijk zal het zondag met de kraker zal het opnieuw heel veel sfeer vragen, zijn. Ja, dat wordt opnieuw. Dat wordt helemaal anders, hè? Ja, met Refailov. Alle ingrediënten zijn aanwezig om er een kolkend Jan Breidel van te maken. Maar zondag tegen Zult Waregem was wel een beetje een dieptepunt qua sfeer, moet ik eerlijk toegeven. Maar bon, sfeer maak je zelf, dus ik mezelf inkluis. Ja. Ja, nee, dat is waar. Allemaal boter op het hoofd dan. Voilà. Zou ik zeggen. Maar laat ons als supporter ook herpakken en zondag tegen Anderlecht er opnieuw de hel van Jan Breidel van maken. Yes. Genoeg over Club Zult Waregem nu. We gaan ons wat meer concentreren op onze centrale gast van vandaag. Dat is nog altijd de coach van de U16 van Club Next, Nossa Obasohan. Nossa, mijn eerste vraag aan jou. Hoe heb je destijds beslist om voetbaltrainer te worden? Want dat is toch niet de meest evidente levenskeuze, denk ik. Geen idee. Ik denk dat de mensen die rondom mij waren toen dat eigenlijk geen gekke keuze zouden gevonden hebben. Van jongs af aan was ik altijd wel bezig met tactische principes binnen wedstrijden, met bepaalde zaken die ik zou observeren en iets eerder kon benoemen of wat dan ook. Was ik wel bezig met tekeningen maken, lijnen trekken enzovoort enzovoort. Dus, was eigenlijk altijd wel een ding die ik zeker wou doen na mijn eigen spelerscarrière. En door blessures is die spelerscarrière heel kort geweest en kon ik eigenlijk vrij vroeg in het trainingsvak stappen. Dus nee, beslissing was eigenlijk nooit. Was een heel natuurlijke, organische beslissing die ik sowieso wel ging doen. Alleen was het iets vroeger dan later. Ja. Okay. Ja, Nossa, ik zag op uw LinkedIn heel recent, je hebt verschillende ploegen gecoacht. Kan je misschien voor de luisteraars eens kort jouw parcours uitleggen van echt jouw begin van jouw voetbalcarrière tot vandaag? Als speler ben ik bij Berchem gestart, hier bij mij in de buurt en dan doorgegroeid naar elite op Antwerpen en bij Beerschot en daar dan ook heel de elite doorlopen En dan, door blessures ben ik in een lagere reeks terecht geraakt, maar eigenlijk vrij vroeg afgehaakt. En op 24-jarige leeftijd gestart met coachen. En dan ben ik gestart bij een lokale ploeg, waar heel toevallig Club Brugge nu mee samenwerkt. En dat is City Pirates. Daar een verschillende leeftijdsgroepen gedaan, van ja. U11, U12, U13, U14, U17. En daarna ben ik aan de slag gegaan bij de eerste helftal van Beerschot als videoanalist. En dan daarna ben ik naar Westerlo gegaan en heb ik daar de U18 en de U21 kunnen trainen. Heel leuke jaren gaat daar bij de eerste ploeg toegestroomd als analist. En dan kwam de nationale ploeg. En dan was het U19 met Jackie Matthijs ook enorm veel opgestoken. Heel leuke wedstrijden kunnen spelen. En kort daarna kwam Club met een heel leuk voorstel van zie je dan niet zitten om bij ons te komen werken. En ben ik er meteen opgesprongen. En hoe is Club op jouw naam terechtgekomen? Is dat echt via-via of komen ze dan plots af met een mail van kijk, we horen goede dinges van jou en kom eens op gesprek? Of hoe verloopt dat dan? Ja, ik denk wel vooral via-via. Mensen die denk ik, die je aanbevelen. En dan valt er inderdaad een gesprek. Is er een gesprek van oké, kom even langs.
En dan op basis van meerdere gesprekken groei je naar elkaar toe. En dan zie je wat er een match is. Zie je of dat je hetzelfde denkt over voetbal, of dat je dezelfde visies hebt, of dat je voldoet, enzovoort, enzovoort. En gelukkig waren die gesprekken telkens positief. En zo is het stelselmatig gegaan. Ja, dat is een mooi verhaal. Nu, je zei daarnet ook dat je zelf ook alle nationale elite-reeksen had doorlopen als jeugdspeler. Maar je hebt er ook nog samen voetbal met toch enkele ronkende namen, hè, mogen we toch wel zeggen? Ja, in die tijd, jongens van mijn generatie, daar speelden een aantal bij de Rode Duivels. We hebben toch in het verleden een aantal bij Rode Duivels gespeeld. Niet dat allemaal jongens zijn dat ik mee heb gespeeld, maar wel tegen heb gespeeld. En daar lopen er een aantal clippers tussen, zoals Vincent Compagnie, Anthony van den Borre, Moussa Dembele, Ogun Jimmy. Dat zijn jongens die we wel tegenkwamen. Die we wel tegenkwamen in de wedstrijden. Tegen Genk, tegen Anderlecht, tegen Brugge enzovoort. En op dat moment zijn dat gewoon jongens waar dat je tegen speelt. En later blijkt dat dan... internationals blijken dat dan toppers worden, maar op dat moment zijn dat gewoon getalenteerde jongens die je tegen hebt en wedstrijden die je als jeugdspeler zelf tracht te winnen. Op dat moment zijn dat geen namen die misschien bekend in de oren zullen klinken, maar achteraf besef je dat dan wel of lees je dat dan wel. Ja, wat vind je zo, je bent nu jeugdcoach, wat vind je het moeilijkste aan, of de grootste uitdaging aan met jeugd te werken? Oh, de grootste uitdaging. Ja, ik denk vooral dat de jongens nu, in tegenstelling tot het verleden, veel meer, er komt veel meer op hun af. De toegankelijkheid naar hun toe vanuit sociale media is enorm groot. Dus die jongens die krijgen zoveel berichten en je hebt daar natuurlijk als trainer geen controle over. Laat staan ploegen die mogelijk die jongens willen inlijven, laat staan makelaars die jongens bijvoorbeeld willen gaan begeleiden. En ik denk dat dat de grootste uitdaging is. Hoe hou je die jongens daarin nog nuchter? Creëer je of behoud je natuurlijk een realistisch zelfbeeld voor die jongen gezien dat die zoveel aandacht krijgt? Ik denk dat dat vooral het grootste uitdaging is. Ja. En wat is jouw persoonlijk gevoel van de huidige spelers die jij dagelijks ziet dan op training? Heb je het gevoel dat ze wel volgaan voor het project Club Brugge? Of heb je altijd zo met een bang hartje van oei, misschien gaan ze van dag 1 op dag 2 plots voor iets anders kiezen? Ik denk aan een PSV of een Genk of een andere die misschien iets meer geld ligt of iets anders. Of heb je het gevoel van oké, bij Club hebben zij wel een beetje een soort van mindset gecreëerd van we zijn nummer 1 in België en hier heb je het heel, heel goed. Nee, ik ben daar eigenlijk helemaal niet bang over. Ik heb wel het gevoel dat de jongens... heel erg aanwezig zijn en niet meteen uitkijken naar andere dingen, zeg maar. Maar die mogelijkheid is er altijd wel. Het is aan ons om dat te bewaken. De realiteit van het voetbal kunnen we niet uit de weg gaan. Als die jongens natuurlijk aanbiedingen krijgen die iets lucratiever zijn in het buitenland, dan is het aan ons als club om ofwel daar een tegenbod op te maken, of wat dan ook, als die situaties zich natuurlijk voordoen. Niet dat die situaties zich eigenlijk vaak voordoen. Maar ik heb zeker dat gevoel niet. De jongens die ik het privilege heb om te kunnen begeleiden, die zijn volledig toegewijd aan club, heb ik het gevoel. En ja, dat is top. Ja, ik moest denken aan mijn eigen, als ik 15, 16 jaar was, dan was ik volledig in mijn puberteit, was ik soms ook een beetje een ambetant manneke. Nossa, hoe ga jij daarmee om als coach? Want die jongens veranderen ook heel veel op korte termijn. Zie je daar ook soms de karaktertjes een beetje te veel naar boven komen? En hoe ga je daar dan mee om als coach? Ah, zeker en vast, zeker en vast. Die jongens zijn in dat proces hun eigen aan het ontdekken. Hun medemaats aan het ontdekken. Hoe word ik gepercipieerd? Hoe percipieer ik anderen? Hoe percipieert de coach mij? Hoe wil ik gezien worden? Hoe wil ik mezelf profileren? Dat zijn heel
belangrijke vragen dat zij op dit moment bewust en onbewust mee bezig zijn. Ik denk voor ons is het heel erg belangrijk om daarin een begeleidende rol te zijn. Om heel veel vragen te stellen. Vooral enorm geïnteresseerd te zijn in hun leefwereld. Ik denk dat dat de grootste kracht is die je als trainer kunt hebben, is dat je een oprechte interesse toont in de leefwereld van de speler. En waarin dat die speler dan mentaal een bepaald proces gaat ondergaan, ben je daar gewoon als begeleider. Van oké, bekijk eens, wat denk je hierover? Wat denk je daarover? Hoe denk je dat je nu bekeken wordt? Wat zou jij liever willen? Wat zijn de dingen dat je naar tegenop kijkt? Hoe relateer je met je ouders? Dus er zijn enorm veel individuele gesprekken, echt een relatie opbouwen in de mate van het mogelijke. Ik denk dat die zaken heel cruciaal zijn om die jongens daarin te kunnen helpen, zeg maar. Okay. Ja, want allee, behalve coach heb je dan ook een beetje, allee, misschien een groot woord, maar je hebt ook een beetje een vaderfiguur tegenover die spelers, hè? Ja, tuurlijk. De ene heeft al wat meer nodig dan de andere. En het blijft natuurlijk elite jeugd, het blijft natuurlijk voetbal. Maar een vaderfiguur zeker, je spendeert zoveel tijd met die jongens. Er moet natuurlijk ook een safe space zijn waarin dat zij naar jou toe zouden kunnen komen om bepaalde dingen aan te kaarten. En dat hoeft niet per se mezelf te zijn, maar we hebben physical coaches, we hebben technical coaches, we hebben mental coaches, we hebben goalkeeper coaches, we hebben kines. Dus als een bepaalde speler beter een groter raakvlak heeft met iemand anders binnen de technische staf, ja, top. Dan moet die relatie natuurlijk primordiaal zijn, moet die daar verder in gaan. En dan kan hij natuurlijk bij die persoon terecht om bepaalde dingen te bespreken. Dus nee, het is... Je bent veel meer dan voetbaltrainer zelf en eigenlijk doe je meer naast het veld dan op het veld. Ja. Dat is ook de logica zelf uiteindelijk. Hè, dat je, ze zien natuurlijk heel veel hun ouders, hun broers en zussen, zitten ook veel op school. Maar ik denk die periode op club en zeker op dat leeftijd, dat is ja, cruciaal voor de rest eigenlijk. Hè. Nossa, haal je eigenlijk meer voldoening uit het coachen van jeugdploegen? Of zeg je van, kijk, nee, het is evenzeer het geval voor volwassen elftallen. En heb je misschien een voorkeur voor een van de twee? Nee, niet meteen een voorkeur. Iets oudere leeftijdsgroepen, dat wel. Waar ik nu zit, is top en ouder. Maar ik haal daar evenveel voldoening uit. Uit jonge gasten, iets oudere gasten, volwassenen. Nee, niet meteen. Het vergt wel een andere aanpak. Het vergt een heel andere aanpak. Maar nee, ik haal daar zeker evenveel voldoening uit, zeker. Is het jouw doel ambitie... om... Ja. Nee, doe maar, Nico. Heb je de ambitie om later bij in de technische staf van een eerste elftal te zitten? Of, 100%. Of hou je het liever op jeugdcoach? Nee, 100% die ambitie. Maar daarin is het ook belangrijk voor mij om geduldig te zijn. Ik ben daar zeker niet in een rush, alles op zijn tijd. Maar nee, toch ik denk wel die ambitie. Ik denk ook dat gezond is. En dan is het ja, persoonlijke ontwikkeling voor mezelf ook daarin heel belangrijk. Word ik beter? Welke stappen moet ik nog ondernemen? Wat zijn de zaken dat ik nog aan moet werken om ooit daar... klaar te kunnen staan, zeg maar. Ja, Nossa, je sprak daarnet over jouw aanpak, hè, met de jonge jongens. Hè, heel een beetje à la Philippe Clément. Hè, een people manager is in deze een cruciale zaak. Heb je idolen of voorbeelden als coach dat je zegt van oké, ik later, als ik ooit T1 mag worden van een club of binnen een voetbalclub, dan zou ik... Ja, natuurlijk, je kan je niet altijd... Je wilt niet hetzelfde zijn als die persoon. Maar wat zijn zo'n beetje jouw belangrijkste voorbeelden als coach? Het is niet meteen één persoon, denk ik. Ik leer... Er zijn zoveel gekwalificeerde mensen rondom mij, waar ik enorm veel van opsteek. En natuurlijk heb je de toppers die op het grootste toneel het momenteel doen. Pep Guardiola, en Klopp, noem maar op. Maar evenzeer, en zeker vooral ook coaches waar ik dagelijks mee samenwerk. Rick de Meel, Karel Hoefkes en Team Smalders. Ik leer daar
enorm veel van bij. Ik steek daar heel veel van op. Ook de tijd met Philippe heel veel kunnen opsteken. En ook in het verleden waar ik mee het voorrecht heb gehad om mee en een Jackie te werken, Matthijs en een Mark Brijs. Heb ik enorm veel geleerd. Dus ik kan niet meteen één persoon aanduiden. Maar ik denk een combinatie van al die mensen heeft mij toch gevormd naar de coach die ik nu ben, ja. Ja, maar ben je dan eerder een fan van van voetbal à la Guardiola of eerder à la Conte, tactisch en verdedigend? Nou, nee, ik denk voor mij absoluut. Hè, en ook voor veel coaches. Ik denk dat ik daar niet, dat ik persoonlijk daar niet uniek ben. Ja, dominant voetbal, vanuit balbezit, een goed geheel, structureel, agressief, hoge intensiteit. En inderdaad, dat leunt dan iets meer naar het Guardiola-model dan het Conte-model, die mogelijk iets meer afwachtend is. Maar dat is ook effectief de huisstijl. Dat is ook wat we willen doen op club. Hè. Vandaar dat ik dan net sprak over die match. Het moet natuurlijk ook kloppen. En dat is ook wat we willen doen op club. Dominant voetbal kunnen brengen, onze wil kunnen opdringen aan een hoge intensiteit. Dus nee, ik denk, ja, mijn visie zou daar dan absoluut meer bij aansluiten, ja. Ja. In het verleden stonden de jeugdopleidingen van Genk, Anderlecht en Standaard ja, toch een pak hoger aangeschreven dan die van Club. Allee, ik spreek dan over een jaar of 5 à 10 geleden. Vind je dat Club intussen tijd zijn voet daarnaast kan zetten? Of misschien zelf al een trapje hoger staat dan die andere clubs? Wow, 100%. Ik denk dat we zeker onze voet ernaast kunnen zetten. En ik denk dat je de onderscheid ook moet maken tussen de effectieve jeugdwerking en de talentidentificatie. Je hebt beide nodig. Wat hebben we absoluut in de hand? Dat is hoe dat wij effectief werken met de jongens die we op een dagelijkse basis voor ons hebben. Maar ik denk zeker dat we als werking bij Club Next en nog voordat ik er was, heel veel grote stappen hebben gezet. Ik weet dat ik nog voordat ik op Club kwam eigenlijk al een bewonderaar was van hoe dat ze de jongens daar begeleiden, de professionalisme. Die is van een extreem hoog niveau. En nu om daar zelf een onderdeel van te zijn, kan ik zeker vanuit mijn bescheiden mening zeker zeggen dat we onze voet naast Anderlecht, naast Genk kunnen zetten en misschien zelfs meer, ja. Ik denk dat de voorbeeld van de broers Mbemba die bij Genk waren en die uiteindelijk de overstap maken richting Club, dat dat misschien ook een beetje een duidelijk signaal, een voorbeeld is van oké, nu wordt Club ook echt wel au sérieux genomen door de ouders van die jongeren en door de jongeren zelf, en dat ze ook beseffen van oké, Club is nu wel, ja, de club bij uitstek in België. En dat er, ja, als je kunt trainen in de Belfius Basecamp in Westkapelle, dat is toch wel iets anders dan vroeger op Jan Breidel. Dus op alle vlakken heeft Club een stap voorwaarts gemaakt. En Mbemba, dat is nu een voorbeeld die mij plots in de geest komt. Maar dat is wel een beetje een statement van Club, van oké, wij kunnen ook de toppers halen uit Genk, ja, die toch wel een mooie jeugdwerking hebben. En uiteindelijk ze ook laten renderen in onze eerste ploeg. Dus ja, chapeau voor Club voor de stappen die ze gezet hebben. Well, zeker voor de toppers. Ik denk dat je die ook alleen maar kunt halen als je hen een plan kunt voorschotelen. Ja. Als je hen iets kunt bieden, een traject kunt bieden, dat als zij de juiste dingen doen, met de juiste mentaliteit trainen en matches spelen, dat zij als ze hun traject op de juiste manier doorlopen, dat ze natuurlijk die kansen effectief gaan krijgen. Ja, langs de andere kant moet je daar voorbeelden tegenover kunnen stellen. Dat klopt helemaal. Maar jeugdontwikkeling is niet alleen het ontwikkelen van spelers, maar is ook effectief hoe krijgen we hen over die brug heen van de postformatie. Hoe krijgen we hen van een U16 naar een eerste elftal. En dat vergt tijd. Dat vergt trial and error. Dat vergt vallen en opstaan. Maar dat is een heel groot stuk ervan. Ik denk dat je als academie niet maar half werk levert, denk ik persoonlijk. Als je die jongens maar zover krijgt tot een belofte, maar je hebt geen pad voor hun in die eerste ploeg toe. En ik begrijp dat ergens ook wel. Dat is enorm moeilijk. Omdat in onze high-performance cultuur, als je wilt meespelen voor Champions League slots enzovoort,
is dat niet altijd heel evident. En ik denk dat 1B daar bijvoorbeeld in de afgelopen jaren een voorbeeld van was. Hoe moeilijk het is om jonge spelers te lanceren voor die teams die echt voor die promotiespots willen gaan. Maar ja, ik denk dat club toch op de goede weg is. Toch al geringe tijd op de goede weg is. En ja, blij dat ik daar zeker een deel van mag uitmaken. Ja, ik neem aan dat je ook wel voorstander bent van die jeugdploegen in 1B te laten voetballen, of niet? Ja, 100%. 100%. En tuurlijk, ja, vorig jaar hebben we gezien, het is met momenten heel moeilijk voor die jongens. Maar ze hebben ook heel veel geleerd. En dat zien we dit seizoen terug. Kijk naar Nederland bijvoorbeeld. Ook voor ons, nu, de komende jaren, gaat dat wel... Neemt niet weg dat dat nog moeilijkheden gaat geven. Dat die jongens het heel moeilijk gaan krijgen. En het is dan sowieso voor de belofte groepen zelf om te zien van oké, waar en hoe oud moeten die teams zijn? Waar ligt het ondergrens om mee te kunnen doen? En dat gaan we aftasten worden. Maar ik denk dat dat wel een meerwaarde kan zijn op lange termijn. Als je ziet hoe dat die jongens nu zichzelf... geëvolueerd hebben ten opzichte van vorig seizoen, dan moeten we toch zeker kunnen zeggen dat dat een meerwaarde is. Ja. Dat die ervaringen enorme pluspunten hebben gegenereerd. Ja, denk je dat de resultaten van de beloften nu voor het in de Youth League, dat dat een exponent is daarvan? Van het vorig jaar ook in 1B te kunnen voetballen? Ik denk dat zeker. Ik denk dat zeker. Hey, weten ook dat je eigenlijk ook... dat heel veel van die jongens, je spreekt over U19, want Youth League is U19. Dus je speelt met een U19-team ook in de beloftereeksen. Dus je speelt eigenlijk met een jonge beloftegroep. Dus dat is quasi dezelfde groep. Dus 100% dat de resultaten nu daar een groot stuk een gevolg van zijn. En natuurlijk, ja, de staf bij Next, rond die jongens toe, is top. Die jongens worden enorm goed begeleid. De opeenvolging, de opvolging op dagelijkse basis, de individuele sessies, al die zaken creëren de resultaten die we nu zien. Oké, duidelijk. Er was een hele vraag van Jeff, die de vraag gisteren naar ons heeft doorgestuurd. Een vraag in verband met de verhuis naar Roeselare, die je natuurlijk live hebt mogen meemaken, Ossa. Welke verschillen zijn er op het gebied van infrastructuur in vergelijking met vorig jaar? En zijn er nu meer mogelijkheden in Roeselare? En merken die het verschil ook op in de wedstrijden zelf? Zeker en vast. Ik denk de Nest in Roeselare is een step-up voor de werking U15, U16. Waarin dat we in het verleden op Jan Breidel zaten, waar we ook zeker heel tevreden waren. Hebben we getracht, of heeft de club getracht met de Nest, een kleine basecamp model neer te zetten. Met een stadion aan waar Club Next dan in kan voetballen. Maar wat zijn de faciliteiten die er voor ons bovenop komen? Ja, de kantoren kort bij de velden. De jongens kunnen nu ook eten op de club. Net zoals ze doen op Basecamp. We hebben een spelershome voor die jongens waar ze tussen trainingen door, voor wedstrijden, na wedstrijden kunnen chillen en onder elkaar, elkaar beter kunnen leren kennen enzovoort enzovoort. Multifunctionele ruimtes waar presentaties kunnen houden die volledig voor ons zijn, bijvoorbeeld, die we dan niet moeten delen. Er is een fitness speciaal voor U15, U16. Nee, absoluut. En dat is zeker een step-up voor de jeugdwerking in zijn totaliteit en zeker voor U15, U16. Of dat we dat merken in de wedstrijden. Ik denk dat wel. Je kunt niet meteen daar directe lijnen gaan trekken. Maar ik denk dat de nog verdere professionalisering van de werking rond U15, U16 gewoon een positieve invloed heeft op de jongens toe. Vooral als ze dan effectief de stap maken naar Basecamp. Ja, is die stap niet zo groot. Dat zijn de zaken die zal gewoon zijn. Dat zijn procedures die zal gewoon zijn. Dus op dat vlak creëert dat natuurlijk wel meer comfort naar de toekomst toe. Ja, over dat eten op Nest kreeg ik ook nog een leuke vraag binnen op Instagram van Baptiste VDB. Dus iemand die ook werkte in de Nest zelf. En die vroeg of dat de boys in de Nest een bord al leeg eten tegenwoordig.
Blijven jonge jongens, hè. Jongens zijn 13, 14 jaar, dus je moet daar wel op toezien. Maar nee, over het algemeen wel. Die jongens hebben net getraind en hebben honger. En ja, nee, absoluut. Toch wel. Er is altijd wel zo'n ding met kinderen: van oké, eten ze wel hun groentjes op enzovoort. Enzovoort. Ja, het is een beetje aan ons om daar. Meer op Te toe te waken. zien. Ja, voilà. En het clubmanagement is daar ook effectief mee bezig. Dus nee, ze eten zeker hun borden leeg. Het is aan ons om mee te bewaken dat ze natuurlijk genoeg variatie daarin brengen. Een vraag die binnenkwam van de Instagram-pagina 1891 Ultras. Die vroeg: wat zijn jouw ambities voor dit seizoen en voor jou persoonlijk in de toekomst? Ik denk voor ons dit seizoen initieel wat we als club altijd willen doen, hè, en dat is zeker goed voetbal brengen collectief, als team er effectief staan, meedoen voor die topposities, en op individueel vlak, hè, de jongens zoveel mogelijk beter maken, de jongens laten groeien, hun daarin begeleiden om de juiste stappen te zetten. Ja, dat zijn ambities van club uit, maar dat zijn ambities die ik ook deel. En ik denk bovenop, ja, nog een betere band creëren met je groep, hè. Nog meer inzetten op die teamvorming. Vooral ook omdat je weet dat die jongens allemaal op een individueel traject zitten, maar ergens elkaar nog wel nodig hebben. Dus dat waren vooral onze ambities. En ik zeg tot nu toe. Zijn we best tevreden over wat we hebben kunnen doen bij de U16. En naar de toekomst toe, ja, voor het tweede seizoen zelf willen we het eigenlijk alleen maar beter doen. Nog meer jongens kunnen doorschuiven, bijvoorbeeld naar oudere leeftijdsgroepen. En dat die daar bijvoorbeeld wedstrijdminuten kunnen vergaren. Nee. Heb je nu al het gevoel, we zitten zo maand december, dus dat is zo'n beetje de eerste helft is nu achter de rug. Heb je al het gevoel binnen jouw team, Nossa, dat er bepaalde jongens, zonder namen te moeten noemen, dat is misschien het best, dat je het gevoel hebt van oké, er zijn een twee, drie, viertal jongens die wel klaar zijn om die stap hoger op te zetten? Wat bedoel je met hogerop? Dat je denkt van oké, die kunnen het maken in de A-kern de komende 2 à 3 jaar, zoals bijvoorbeeld een Cisse Sandra toch wel op jonge leeftijd zeg het bij club intern van oké, die jongen zien we echt wel binnen 2 jaar die stap maken in de A-kern en dan eventueel op de plek van vormer op de acht. Heb je ook dat gevoel binnen jouw team van hier zijn een paar jongens die echt wel klaar zijn om die stap te zetten? Ik denk dat wel. 100%. Er zijn jongens, er zijn een aantal jongens waarin dat we enorm geloven naar de toekomst toe. Of dat ook effectief binnen 2 jaar gaat zijn, is moeilijk te voorspellen. Dan kijken we eerder naar de jongens die nu al bij Club Next spelen en bij de U18 spelen, die eigenlijk ook nog heel jong zijn. Dat zijn de jongens dat we dan, denk ik, vooral over 2 jaar naar zouden kijken. Maar nee, bij de U16 zijn er zeker jongens waarin dat we geloven. Een heleboel zelfs, die enorm veel potentieel hebben. Hoe dat zij zich gaan doorontwikkelen, dat is een heel groot vraagteken. Maar ik denk als zij de juiste dingen blijven doen, denk ik wel dat we als club echt de goede richting in zijn om ja, meer jongens te kunnen laten doorstoten. Ja. Kan je namen geven of wil je het niet jinxen? Nee, ik wil het zeker niet jinxen. En vooral ook omdat ja, dat ligt onnodig druk op Ja, die jongens hun schouders klopt. zelf. Die Dat wil gaat ik wel ook. zeggen. Dus die jongens moeten daarin ook vrij kunnen zijn in hoe en waar en het gewoon dag per dag kunnen bekijken. Ja. Ja, want allee, ja, zoals je bij jezelf meemaakt, één zware blessure en het kan rap gedaan zijn, hè, natuurlijk ook voor zo'n jonge jongens. Tuurlijk, Hè. tuurlijk, tuurlijk. Maar ook zoals ik eerder sprak over het zelfbeeld van die jongens ten opzichte van hun eigen. Dat is heel belangrijk dat we dat blijven bewaken. Dat we die jongens ten alle tijde nuchter houden, met de voetjes op de grond houden. Het ook telkens maken om de effort, het hard werk dat ze erin steken. En niet zozeer om hun intrinsieke kwaliteiten. Want die kunnen inderdaad, ja, dat kan van de ene dag op de andere je ontnomen worden.
Ja. Club heeft de afgelopen jaren wel heel wat stappen gezet in de jeugdwerking. Allee, grote stappen zelf. Maar op welke vlakken denk je dat er nog kan verbeterd worden? Waar zit er nog progressiemarge op binnen Club Next? Of binnen de jeugdwerking van Club? Goh, dat is heel moeilijk te zeggen. Er zijn zeker zaken dat ik denk dat er intern over gedacht wordt. Waar kunnen we nog stappen in zetten? Ja, ik denk als we op termijn, en dat is dan lang termijn, kunnen toewerken naar een centra waarin alle leeftijdsgroepen eigenlijk veel dichter bij elkaar zijn. Ik denk dat we daar dan nog wel een van meerwaarde kunnen zijn, want nu zitten we gefractioneerd en voor goede reden ook. En het is zeker niet slecht, maar nu heb je een deel in Jan Breidel, een deel in de Nest en dan heb je Basecamp. Dus ik denk als we het grootste middendeel dichter naar elkaar kunnen toebrengen, en de plannen zijn ook zo dat de U13, U14 en op termijn ook naar de Nest zullen gaan, of dat ook effectief gaat gebeuren, moeten we nog bekijken. Maar als we nog meer samen kunnen komen, denk ik dat we nog meer van elkaar kunnen leren, zij het dan de coaches, maar ook de spelers. Het contact ook onderling met die jongens is heel mooi. Hè? Die jongens die kennen elkaar, hè? De U16, de U13, hè? Die jonge gasten die kijken op naar die oudere gasten. En dat die elkaar dan geregeld tegenkwamen op Jan Breidel, dat was heel mooi om die interacties te kunnen zien. Nu mis je dat, nu heb je dat iets minder. Dat zou leuk zijn om daar op termijn terug naartoe te gaan. Maar ja, het is aan de club om te zien in hoeverre dat realistisch en haalbaar is. Ja. Wat is voor jou dan het voorbeeld qua jeugdwerking, internationaal gezien dan, qua ploeg? Well, ik denk dat we zeker kunnen spiegelen aan Ajax. Hè. Ajax is zeker een voorbeeld in hoe dat die jongens ontwikkelen, maar vooral ook hoe dat ze die jongens plaatsen in de eerste elftallen. En als je dan hebt over jeugdontwikkeling naar Europa League niveau, jeugdontwikkeling naar Champions League niveau, dan zie je dat die spelers die bijvoorbeeld van Ajax kunnen vertrekken, dat die inderdaad in die topteams terechtkomen. Dat is zeker een voorbeeld. Dat denk ik dat we naar kijken als academie. En dat we naartoe moeten werken. Ja, nee, dat is een heel mooie ambitie, denk ik. Ja. We hadden het net ook al over de resultaten van Club Next in de Youth League. Mm-hmm. Merk je ook dat er daardoor ook Club internationaal gezien ook meer aanzien kreeg in zijn jeugdwerking? Ik denk het, dat is niet aan mij om te zeggen, puur omdat ik niet meega op die internationale wedstrijden. Dus ik ben daar ook niet bij. Maar ik zou het wel vermoeden. En ik denk ook dat aanzien en respect tussen academisch onderling altijd wel goed zit. Ik denk dat dat iets is dat de coach van Club Next en de academie, dat de hoofdacademie, beter op zou kunnen antwoorden. Ik kan alleen maar afgaan op wat ik in mijn directe omgeving hoor. En ja, er zijn vrienden van mij die dan ook naar mij toe komen en zeggen, wow, top, van die jongens die daar in City en in PSG, of tegen City en tegen PSG natuurlijk leuke resultaten neerzetten. Dus wat ik vooral merk, is dat er veel meer mensen buiten het voetbal nu bezig zijn met de belofteteams, wat veel minder was in het verleden. Nu weet de gemiddelde supporter zeg maar ook echt wat de belofte doen, tegen wie dat ze spelen, wie dat daarin speelt enzovoort enzovoort. Die jongens worden nu veel meer gevolgd. En dat is zeker positief, denk ik, voor die jongens zelf. Hoe de andere academies naar ons kijken, ja, dat is moeilijker voor mij om iets te schatten, momenteel toch. Oké. Okay. Nossa, men spreekt vaak bij spelers van, het is een moeilijke aanpassing van Moeskroen naar Club of van Zultuarium naar Anderlecht, etc. Maar hoe heb jij de stap meegemaakt van Westerlo naar Club en hoe verliep jouw persoonlijke aanpassing? Intens. Op Club komt er heel veel op je af. Het is een andere omgeving. Nieuwe mensen, veel meer mensen die ook rond een bepaalde team zich begeven. Veel de faciliteiten die quasi verdubbeld worden. Iedereen leren kennen. Dus dat was wel een proces van een aantal maanden om te weten van oké, wie is wie? Bij wie moet ik terecht? Wat zijn mijn verantwoordelijkheden? Welke verantwoordelijkheden kan ik doordelegeren? Enzovoort. Maar ik zeg, destijds werd ik daar ook echt goed in begeleid. Hè, met Academie Bovenbouw vorig seizoen dan.
in hoofdacademie dit seizoen en Hoefkes. Dus het heeft wel zijn tijd nodig. Het heeft absoluut zijn tijd nodig. Het zou liegen als dat van dag één al perfect liep. Maar vooral tevreden dat de mensen rondom mij natuurlijk enorm, enorm gekwalificeerd zijn. Dus als er bepaalde zaken zijn waar ik vragen over had, of dat ik direct wel bij mijn physical coaches of mijn technical coaches terecht kon, die al veel langer op club waren. En die kunnen zeggen, oké, daar moet je zijn of dat moet je doen. En ja, toch wel, het verschil is heel groot. En het is zeker niet... Zeker niet onderschatten dat je wel echt een aanpassingsperiode nodig hebt. Ja, oké. Nossa, dat waren een beetje al onze vragen. Ik zie dat we intussen al aan het uur zitten qua opname. Dus bedankt om op al onze vragen te antwoorden. En heel veel succes nog met jouw ploeg. En het allerbeste. En hopelijk komen er heel wat spelers door aan de A-kern binnen een paar jaar van de club. Maar ik denk dat we nu wel moeten overgaan naar het volgende deeltje van deze podcast. En dat is de Kasje Cup. Ja, Jan. En voortgaan. Ze kunnen niet volgen. Nog altijd. Goal! Goal, goal, goal! Hij is erdoor, Keuleman. Hij is erdoor. De inspanning van het jaar. De Kasje Cup, dat is de prijs voor de speler, medewerker, supporter of persoon die iets met blauw-zwart te maken heeft die we graag deze week eens in de bloemetjes willen zetten. Elk van ons drie nomineert één persoon, daarna kijken we wie de leukste of mooiste nominatie heeft gegeven. En die wint dan de Kasje Cup. Matthias, jij mag anders jouw Kasje Cup aftrappen voor deze week. Yes. Ik heb deze week gekozen voor Cisse Sandra. We hebben Cisse al in het begin van de podcast een beetje aangehaald. Omwille van verschillende redenen. Ik heb zo'n beetje een Charles de Ketelaar gevoel. Hè. Opnieuw iemand die zeer goede matchen aflegt met Club Next. En die dan gestaag wordt gebracht door Clément. Ik vond wel dat dat nu heel opmerkelijk was dat hij meteen drie wedstrijden mocht beginnen. Maar ik vind wel dat hij het hele goede met het iets minder heeft afgewisseld in die drie wedstrijden. Maar ik kan wel zijn intrinsieke klasse en zijn groot talent meteen voelen. Ik vind nu altijd dat het niet evident was voor Cisse Sandra op een bepaald aspect. In de zin dat hij werd gedropt door Clément als rechter aanvaller, terwijl dat overduidelijk meer een nummer 8 of een nummer 10 is. Maar dat wij nog veel over hem gaan horen en zien, dat denk ik echt wel. Dat is een jongen met heel veel potentieel. Hij draagt Club Next, vind ik toch, met bepaalde andere sleutelspelers. Ik denk aan de wedstrijd van Club tegen PSG, waarbij we een 2-0 en 10 tegen 11 uiteindelijk uit handen geven. En het wordt uiteindelijk 3-2. Ik ben nog altijd van mening, had Cisse Sandra in die wedstrijd meegedaan, dan was Club gewoon als eerste in de poelen geëindigd. Dus dat zegt heel veel over de impact die zo'n Cisse Sandra heeft op Club Next. En daar lopen ook al andere mooie talenten rond. Dus nee, bij deze een bloemetje voor Cisse Sandra, die toch wel drie keer zijn kunnen heeft kunnen tonen. En ik denk dat we er nog enorm veel gaan zien volgend seizoen, maar dan liever op de plek van nummer 8, idealiter. Ja. Ja. Nossa, wie heb jij als nominatie voor de Kasje Cup? Goh, ik leek mij heel toepasselijk om José Reinhardt te nomineren. De oudste levende ex-speler slash supporter van club. Met zijn mooie 100 jaren. Ik was net wat research aan toen. Ik zag ook dat hij in 1937 bij club is gestart. Ja, dus dat is schitterend. Voor de Tweede Wereldoorlog. Dat is nog voor de Tweede Wereldoorlog. En dan las ik in een artikel dat hij voor een per gewonnen wedstrijd 300 frank kreeg. En ik denk als die persoon dan de groei en de evolutie van club heeft mogen observeren, dat hij wel heel trots kan zijn. Dus nee, het was ook heel leuk om die daar dan op veld te zien. En zoals we net zeiden, ook wel top dat hij nog tegen een bal kon trappen. Dus ja. Nee, was wel super. Ook ja, chapeau voor club om zo'n mensen dicht bij hen te houden, ook effectief in de bloemetjes te zetten. Dat is super. Dat is heel mooi om te zien. Ja, ik vind het ook heel mooi dat iemand die altijd met jeugd werkt en met jeugd bezig is, de oudst mogelijke ex-speler nomineert voor de Kasje Cup. Dus, nee,
zeer leuke nominatie. Ikzelf kies deze week voor een speler van club ook. Ja, dat is eentje waar je moeilijk nog omheen kan. Hans van Aken, ik vond hem fenomenaal spelen tegen Zulte Waregem, maar ook in de voorgaande wedstrijden. Ja, blijft incontournable en ik bleef die toch heel constant altijd op een... Die gaat heel zelden onder een onderniveau zakken qua spelstijl. Dus vandaar nog eens een nominatie voor Hans van Aken. Maar ik denk, José Reinaert, de kans dat hij hem nog een keer gaat kunnen winnen of, is niet zo super groot. Dus ik denk dat we voor hem gaan gaan voor deze week. Ja, nee. Want dus, staat toch helemaal mee akkoord. Overduidelijke keuze. Ja, we hadden het voor de podcast al een beetje besproken. En toen was mijn idee al gevormd van wie de Cash Cup mocht winnen en... José Reinaert is bij deze de oververdiende winnaar van deze week. Voilà. Ja. En proficiat met je 100ste verjaardag, moest je luisteren naar deze podcast alvast. Dus José Reinaert, proficiat met je 100 lentes en de Cardi Cup voor deze week. Voilà, voetbal staat niet stil. Morgenavond, want we nemen op dinsdagavond op, is het OHL tegen Club... Ja, meteen een moeilijke verplaatsing voor Club, Matthias. Maar Club kan wel 12 op 12 halen in de competitie. Dat zou toch deugd doen na toch iets moeilijkere maanden? Ja, dat zal nodig zijn, want Union speelt op Waregem. En als we zeker aansluiting willen blijven behouden met Union, dan is een 12 op 12 bijna een must te noemen. Zoals ik zei in het begin van de podcast, is winnen op Leuven nooit echt een sinecure. Dus het zal zaak zijn. Natuurlijk, ik denk wel dat er een paar spelers rust zullen worden gegund. Ik denk aan een Sobol. Ik denk eventueel aan een Rits, waarbij Ruud zijn plek gaat innemen. Dus er zullen wel bepaalde verschuivingen in het elftal van Clément komen. Maar dat het een gemakkelijke wedstrijd wordt, dat denk ik niet. Ook omdat het niveau van Club nog niet optimaal is. Maar een 12 op 12 met de kraken van zondag, dat zou wel een fantastisch gevoel geven aan de hele clubfamilie. Ja, verwacht je een makkelijke wedstrijd voor Club Nossa? Nee, nooit. En nooit tegen Leuven. Is een team die eigenlijk ook niet veel doelpunten slikt. Heel moeilijk te pakken. Vind ik dit seizoen ook heel veel tegenslag gehad. Nee. Ik denk misschien een kleine voordeel voor ons is... ik weet nu niet of dat die jongens die rood hebben gepakt in hun vorige wedstrijd nu inzetbaar zijn. Maar dat is dan wel in ons voordeel. Maar ik verwacht een heel moeilijke wedstrijd. Een heel stugge tegenstander die op de counter heel gevaarlijk kan zijn. En die daar tegen Club ook opteert. Dus ja, nee, afwachten zien hè, of dat de coach gaat roteren nu om wat jongens te sparen voor zondag. Heel benieuwd, ja. Ja, Matthias, wie denk je dat er zal geroteerd worden? Denk je dat er andere spelers in het bij de basiself zullen zijn? Ik verwacht Dost in de punt, met Charles en Noah rond hem. Ik verwacht de Vormer in de plek van Balanta of Rits, een van die twee. En dan verwacht ik misschien nog één verschuiving in de verdediging. Dan denk ik eventueel aan Mawasa of Rika op de plek van Sobol. En wie weet, Mechelen terug in de ploeg voor en Soki of Hendrik en ook. Maar ja, ik verwacht toch wel een 2-3-tal... of nieuwe namen. En niet vergeten ook dat Mercier terug is van een schorsingsdag. En dat is een wereld van verschil bij Leuven. Dus dat was een... ik had hem liever geschorst gezien tegen ons. Want een OHL met Mercier is natuurlijk een heel andere koek dan zonder. Ja. Ja. Wij doen hier altijd een pronostiekje. Nossa, wat denk je dat gaat worden op Leuven? Nul-1, hopelijk. 0-1. Een nieuwe clean sheet, heel mooi. Matthias? Ik ga voor 2-3, omdat onze defensie nog een klein beetje wankelt en omdat het een waarschijnlijk open wedstrijd wordt. Want OHL thuis, ze spelen altijd voetbal en dat heeft de club wel graag. Dus veel goals en 2-3 voor mij. Ja, ik denk dat ze eentje minder zullen maken. Ik ga voor 1-3. Op Leuven. Ja, en na woensdag is het al heel snel weekend. En dan staat de klassieker der klassiekers hier in Brugge toch althans op het programma. De match tegen Anderlecht. Matthias, Anderlecht, ja, we zeggen het misschien niet graag, maar ze zijn wel onder stoom aan het geraken. En toch naar hun beste voetbal aan het toegroeien. Hè. Ja, ik zeg het zeker niet graag, maar
Ze spelen goed. Ze zijn nu pas op, zoals werd aangekaart door Van den Bemt tijdens extra time. Dus ze zijn goed, bij momenten heel goed bezig. Maar bij andere momenten is er toch nog altijd heel veel afval in hun spel. Dus ik verwacht een heel gemotiveerd Anderlecht. En ze zijn nog niet echt getest geweest, ook in de wedstrijden dat ze gewonnen hebben. Dus voor hen is dat ook de ultieme test om te komen winnen op club, of althans een mooie prestatie neer te zetten. Maar ik verwacht een evenzeer enthousiaste club. En als club echt op niveau speelt, dan moeten we altijd winnen. Vind ik nog altijd. Dus ja, ik hoop op heel veel motivatie langs onze kant. En dan zie ik het wel... Dan zie ik het ons over de streep trekken wel. Ja. Ja. Zowel club, Nossa, zowel club als Anderlecht zijn twee ploegen die graag willen voetballen. Ik denk dat we wel een mooie wedstrijd mogen verwachten dan. Of toch een vrij open wedstrijd. Hè? Ja, dat verwacht ik wel. Ik verwacht wel een open wedstrijd zondag, waarin dat ik denk dat Anderlecht ook wel voor zijn kansen zou gaan en zou willen gaan. Inderdaad, er is een positieve elan. Maar ja, buiten de 5-0 op zijn rij, dat ik eigenlijk persoonlijk geen vogel voor de kat vond, is het toch wel even kijken naar weken daarvoor tegen Charleroi, om echt te zeggen van oké, dat was een big win. Maar nee, goede vibe voor hun. Vooral de retoriek rond het team is positiever. Iets minder stress bij de coach, bij de spelers. Dus nee, ik verwacht wel een frankenvrije match langs beide kanten, ja. Ja. Mathias, iets dat extra pigment aan de wedstrijd zal geven, is de terugkeer van Leo Refailov voor het eerst in een paars shirt op Jan Breidel. Ja, hoe zal hij ontvangen worden, denk je, op Jan Breidel? Goh, ik denk dat het kan alle kanten uit. Ik denk dat er heel veel supporters hem die transfer... Het is wel via... Het probleem is, hij is naar Antwerpen gegaan en dat ligt bijzonder, bijzonder gevoelig voor de... Ja, voor de meer de harde kernen eigenlijk van club. En Anderlecht is natuurlijk de absolute vijand. Dus hij heeft ook gekozen voor twee ploegen die ons totaal niet liggen. Qua haatgevoel bedoel ik dan. Dus ik vrees wel voor heel veel gefluit. En dat hij niet hartelijk wordt ontvangen. Voor mij persoonlijk heeft Refailov voor het mooiste moment uit mijn supporterscarrière gezorgd. En dat was die fantastische volley tegen Silvio Proto in de bekerfinale. Het was ook de eerste keer dat we elkaar ontmoet hebben toen, Nicola. En, ja, mooie dag. Voilà, fantastische dag. Ongelooflijke belevenis. Maar sinds zijn twee transfers heeft hij wel een beetje die fantastische volley, een mooie dag, een beetje weg. Het ebt een beetje weg. Dus ik persoonlijk zal niet echt een warm hart toedraaien naar Refailov. Ik had wel dat gevoel toen hij bij Antwerp speelde, maar nu niet meer. En het is dubbel... Allee, het is een beetje dubbel moeilijk ook voor die clubsupporter die zijn kind Lior heeft genoemd. Ja, het zal extra pijnlijk zijn voor hem zondag, denk ik. Ja, en ook of zijn hond. Die zijn hond Lior had gedaan. Zijn hond. Ja, zijn hond. Ja, zijn hond. Ja. Voilà. Ja. Valt nog mee. Valt nog mee. Ik dacht kind. Oeh, jammer. Maar ik denk dat er wel een kind... Was een hond. Nee? Oké, een hond. Ja, het is wel iemand die zijn kind Iskerdo genoemd heeft, denk ik. Als ik me niet vergis. Ja, of Sjoske. Ja, bon. Ja. Ja. Ik denk effectief Iskerdo, maar bon, maakt niet uit. Altijd gevaarlijk. Chance dat hij dan bij Club Brugge speelt en niet bij Anderlecht. Hè. Dat zou pijnlijk zijn. Oké, ook voor deze wedstrijd een pronostiekje, Nossa. Poeh. 2-1 voor Club. Let's go. 2-1 voor Club. Ja. Althans duimen. Matthias? Ik ging ook voor een fel bevochten 2-1 voor Club. Een echte een battle game, zoals indertijd met Solid. Ja, ik verdubbel de inzet. Ik ga voor 4-2. Voilà. Dat was ook het allerlaatste puntje uit onze aflevering van deze week. Eerst en vooral ga ik Nossa heel erg bedanken voor zijn kostbare tijd. Want het is toch druk als jeugdcoach van club, denk ik. Super bedankt dat je erbij wou zijn. Ik hoop dat je het een beetje plezant vond. Ja, absoluut. Absoluut. Nog eens heel erg bedankt voor de uitnodiging. Wat leuk om met Matthias en met jou, Nicolas, te kunnen spreken. Ja, het was ook leuk voor ons om heel wat bij te leren ook over, over Club Next en de Nest en alles dat erbij komt kijken als jeugdcoach. Mm-hmm. Ja, het is toch voor ons ook vaak een beetje een ver van ons bed show, zal ik maar zeggen. Maar het is wel leuk om daar een keer wat meer inzicht in te krijgen hoe dat het er dagelijks aan toe gaat. Dus heel erg bedankt om dat hier even te willen komen toelichten.
Graag gedaan, merci. Dus ja. En als tweede, Matthias, super bedankt ook dat je erbij terug bij was deze week. Met heel veel plezier. Ik doe het nog altijd even graag. En nogmaals, zoals je net zei, als we gasten kunnen hebben zoals Nossa, die ons echt een inside view geven over de jeugdwerking, dat is fantastisch. En ik vind het niet echt zo ver van ons bedshow, want Next & Nest is zeer actueel, ook via de social media kanalen van club en vooral door de knalprestaties van de Next-spelers enzovoort. Dus dat is zo goed verder werken, want ja, we zien altijd heel graag een Charles de Ketelaar of een Sisse Sandra opkomen. Dus nee, fantastisch om Nossa erbij te hebben. Dikke merci, Nossa. Oké, dan is het laatste dat ik ga doen, de kanalen herhalen. Je kan ons volgen op Instagram met De Klokken Podcast. Op dezelfde manier kan je ons ook volgen op Twitter, De Klokken Podcast in één woord. Mailtjes kan je altijd sturen naar deklokkenpodcast@gmail.com. En vergeet ons zeker niet te followen op Spotify. Bedankt voor het luisteren en tot over 2 weken voor de laatste aflevering van dit jaar. Ik ga nog niet verklappen wie dat er komt als gast, maar het is weer een toppertje. Tot over 2 weken voor een volgende aflevering. Tweede bal, er is Tonto! Het is 3-4! Ryan Tonto erin! Voorbrengen, de bal van Philippe Clément. Goeie bal, Borkelmans, controle, schot, Vital Borkelmans, bal voor Club Brugge. En voor de